begin november. Dat het met helder weer, dat we steeds donderslagen hoorden. En dan kwam er bericht via via van mensen die van Biggenkerke over Westkapelle nog door de dijk verhuisd waren. Kwam er bericht dat de Waarspijt, dat die aan Domburg aan bombarderen was met de granaten. Bij de paddenstoel van Groot Valkenisse op de driesprong van de Valkenisseweg Rijwielpad is op 1 november kwamen daar Engelse militairen en die zeiden tegen een, dat weet ik van een neef van mij, je zijn bevrijd, wij zijn Engelsen, maar op 3 november 's morgens waren de Duitsers er weer en dat heb ik vanaf hier keurig gezien, maar kijk hier precies op de duinen. De bevrijding hebben wij niet meegemaakt, want er was geen één Duitser meer te vinden. En er zijn een paar Canadese soldaten vanuit Valkenisse, die zijn wezen kijken of er wel iemand was en er was niks. Dus wij hebben van de eigen bevrijding, heb ik enkel als op een film dat men nu staat te kijken vanaf Koerdistan, hoe dat de IS bestreden wordt op 500 meter, heb ik hier de laatste strijd gezien die heftig was in deze hoek. Maar om 10 uur en om 11 uur hebben ze nog granaten afgeschoten op de bevrijde duin. En is er hier 100 meter verderop is er een granaat. En van een granaatscherf werd die jonge Jan Vreken werd getroffen met een groot gat aan de ene arm en een klein gat hier in de arm. En hij lag in het water te spartelen. Zijn vader pakte hem op. Hij zei, Jan is dood. En later heeft hij zijn kleren moeten wassen van bloed van zijn eigen zoon. Dus dat was even, ja, dat was een dip die je nooit vergeet. Hoe ouder je wordt en als ik ga vertellen, ja, dan krijg je toch emoties erbij. Maar voor de rest dan was het heel plezierig. En ja, een paar dagen later, Jan Vreken was begraven. En als ik huilde om Jan Vreken, omdat ik zo'n, hij was 3 jaar ouder, 4 jaar ouder. Dus je vond het leuk, zo'n grote buurjongen die wij de hele dag mee kon varen, kon doen. Dan was het, hou je mond, maar Jan is eenmaal dood, er wordt niet meer over gepraat.